vorig jaar fantastisch gedraaid en dit jaar gaan we voor het kampioenschap. Dus ze zijn gewaarschuwd. Na een 15 jaar lange samenwerking tussen hockeyvereniging Kampong en de Rabobank wordt vandaag het contract met nog eens 3 jaar verlengd. 3 jaar verder willen, dat willen we heel graag. Vandaag is het moment dat we dat gaan bezegelen met een handtekening contract. Het is voor ons ontzettend leuk om deze sponsoring door te gaan zetten. We hebben nu als Rabobank 15 jaar deze club gesponsord. We gaan nu nog een keer een contract van 3 jaar aan. Dat doen we gezamenlijk. Ook wel goed om even te benoemen met Interpolis, onze verzekeringspartner. De bank en de club uit Utrecht hebben genoeg vertrouwen in de toekomst en in elkaar om de samenwerking voor te zetten. En daar mag je best een beetje trots op zijn. We zijn heel trots en vooral heel blij dat de Rabo het vertrouwen heeft in Kampong. En wij hadden het al in de Rabo, dus dat komt verder wel goed. Wat doet de Rabobank eigenlijk voor jullie? Nou kijk, de Rabobank sponsort ons gewoon financieel. Dat hebben we nodig. We hebben ambitie. We willen kampioen worden in de hoofdklasse met de heren en met de dames. Dat kost geld. Maar Rabo doet meer. Rabo verbindt de stad aan Kampong. Kampong verbindt zich aan Rabo. Het hoort allemaal bij Utrecht en daar zijn we trots op. Dat een belangrijke sponsor als de Rabobank goed is voor de club, weten ook de spelers te vertellen. Ja, fantastisch natuurlijk om een goede impuls ook te krijgen en de steun van een groot sponsor. We zijn de grootste club van Nederland, daar zijn we trots op. En het is fijn dat wij zo'n grote partner samen ons hebben om onze doelen te kunnen gaan bereiken. Zonder sponsor kunnen wij natuurlijk vrij weinig. De club heeft geld nodig om ook spelers aan te trekken. Om alles te regelen om Heren 1 in, maar natuurlijk ook voor de breedte sport. Zonder de Rabobank kunnen we denk ik niet presteren op dit niveau. In alle eerlijkheid, Kampong is een hele grote vereniging. 3000 leden, hockey. En voor Rabo natuurlijk een belangrijke plek. Wij zijn een belangrijke speler in de stad als Kampong. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. We vinden ook dat we iets terug moeten geven aan de stad. Vindt Rabo ook. En ik denk dus dat we samen op kunnen trekken om iets te laten zien. Verantwoordelijkheid kunnen nemen. Bijvoorbeeld, de gemeente heeft een initiatief over bewegingsarmoede. We willen kinderen meer laten bewegen. Het hoeft niet per se hockey te zijn. Wij hebben de velden. Wij hebben de technische mensen. Dus, en de Rabo ondersteunt dat. Dus ik denk dat we samen heel veel voor de stad kunnen betekenen en voor elkaar.